was weer even wennen. Ik heb in december eigenlijk een maand heel weinig kunnen rijden omdat ik longontsteking had opgelopen. Ik was begin november terug beginnen met fysiek te trainen, zoals hardlopen, een sportschool, fietsen, onder andere. En toen een klein beetje verkouden geworden, toch door blijven gaan. En uiteindelijk begin december zou ik eigenlijk hard terug beginnen te trainen met een motor en toen kreeg ik een longontsteking. Dus in december heel veel training verloren, 3 weken niks mogen doen. En eind december terug begonnen en meteen dag na nieuwjaar vertrokken naar Spanje. En nu zitten we bijna eind januari zitten we nog in Spanje. Dus heel hard aan het trainen met de motor op het moment. En proberen al de verloren tijd weer terug in te halen. Natuurlijk, het is nooit makkelijk om een tweede titel te halen. Ik denk dat het zelfs moeilijker is dan een eerste titel. Veel zeggen dat er niet heel veel concurrentie is. Maar ik denk dat wat ik al zeg nooit makkelijk is om nog een tweede titel te halen. Ik denk dat ik vooral met 2 voetjes op de grond moet blijven staan en niet moet beginnen te zweven. En ik heb ik denk deze winter al iets meer de pet ernaar gegooid als vorige winter, denk ik. Dus daar betaal ik nu de prijs voor. Dus nu terug met 2 voetjes op de grond en alles weer vanaf nul beginnen. En ja, nou heb ik nog enkele weken. Ik geloof nog 6 weken tot de eerste GP. Dus vooral heel hard trainen. En dan hopelijk in Qatar weer terug boven het podium te staan. Natuurlijk, het is een heel oneerlijke strijd. Voor de MX1 maakt het niet veel uit. Vooral voor de MX2, het is redelijk oneerlijk. Het begint al met de start. Je hebt misschien 15 pk minder. Dus je hebt veel minder power aan boord. Dus het is een oneerlijke strijd, maar het is voor iedereen hetzelfde. Het is alleen een beetje raar. Stel dat je 12e wordt en je bent eerst MX2er, dan voelt het niet echt als een overwinning. Dus het gaat heel raar zijn. Gelukkig zijn het ook maar 4 wedstrijden dit jaar. Ik hoop dat een toekomst er niet doorheen komt, vooral voor de MX2 niet. Wat ik al zeg, MX1 maakt het niet veel uit, maar voor de MX2 is dat gewoon een oneerlijke strijd. Dus jammer genoeg zijn er nog 4 wedstrijden dit jaar. Maar ik ga er gewoon het beste van maken. Het is voor iedereen hetzelfde. En hetzelfde is voor Jordi Teixeira en voor Arno Tonus en al die andere 10, 20, 30, misschien wel 40 aan het hek staan. Dus ik ga er gewoon het beste van maken. En, zo goed mogelijk presteren. Ik bedoel, mijn trainen is altijd anders dan mijn wedstrijd. Vorig jaar zat ik in januari ook vaak te stoeien met Jeremy van Orbeek en Jordi Teixeira, terwijl in de wedstrijd 2-3 seconden per ronde harder reed. En ik heb vaak gestaan, een beetje depressief zelf, dat Jeremy van Orbeek gewoon 3 dagen voor een GP, wij zijn op een harde baan, nog 2-3 seconden harder reed als mij. En dat gewoon het weekend ging vandaag. Ja, dat gaat niet goed komen. En dan als eenmaal het hek viel, dan was meestal kopstart en winnen. Of in ieder geval zeker toch op podium. En ik denk dat ik meer een racer ben dan een trainer. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen voor volgend seizoen weer. Op papier gezien ben ik veruit de snelste. Ik denk dat Teixeira voor een verrassing kan zorgen. Natuurlijk Arno Tonus gaat ook een goede kandidaat zijn. Maar veel zeggen dat ik mijn eigen grootste concurrent ben. Dus we zullen zien. Ik denk als ik hard vertrain en er weer zo scherp verleef als afgelopen jaar, dan zou het niet te moeilijk moeten zijn om een tweede titel te kunnen halen. Ik had eigenlijk zelf geen keuze. Ik had liefst Mantova, Hoogstenpark en Valens gereden. Had ik een redelijke zandbaan, Hoogstenpark, Valens hard, een beetje GP-omstandigheden, alleen veel stenen. En Mantova een beetje daartussenin. Maar uiteindelijk heeft KTM de beslissing gemaakt om 1 wedstrijd voor het Italiaanse kampioenschap te gaan rijden. 17 februari in Arco di Trento en 1 wedstrijd dan in Hoogstenpark. Ik had sowieso graag Hoogstenpark gereden en gelukkig kan ik die nu ook rijden. Ik zie er enorm naar uit en dat is mijn eerste wedstrijd weer van het nieuwe seizoen. En gaan we niks minder heen als voor alle reeksen te kunnen winnen. Op het moment zit ik nog hard te discussiëren of het Belgisch kampioenschap te gaan rijden of het Nederlands kampioenschap. Ik ga 1 deze week beslissen. Op het moment ziet er eigenlijk naar uit dat ik het Belgisch kampioenschap ga rijden. Maar nog niks is beslist, dus ik kan nog steeds een Nederlands kampioenschap worden. Ik bedoel, voor de Nederlandse cross zou het wel beter zijn, zou ik in Nederland gaan rijden. Maar voor andere redenen zou het voor mij beter zijn om in België te gaan rijden. Dus ik moet nog even een paar weken afwachten en ik hoop begin februari beslissing te kunnen maken. Ja, ik had dus wat ik vertelde, longontsteking. En op 1 dag verveelde ik mijn eigen en ik had nog niet eens mijn rijbewijs. Ik dacht, wat gaan we doen? Ik ga vandaag een auto kopen. En ja, die dag heb ik een Audi A5 gekocht en niet te groot om mee te beginnen. Ik denk dat het een mooie auto is om mee te beginnen. Ik bedoel, het eerste jaar rij je nog vaak ergens tegenaan. Dus beter dat je een auto van iets mindere prijs dan bij zo'n auto van 200.000 euro in elkaar rijdt, zou ik zeggen. Dus
Ja, een nieuwe auto gekocht en het is sowieso veel makkelijker met een rijbewijs. Je bent van niemand meer afhankelijk. En daar heb ik eigenlijk wel gemist de afgelopen jaar, dat ik overal gewoon naartoe kom waar ik zelf wil. Maar ik weet niet of het een voordeel is of nadeel. Ik bedoel, nu kan je doen en laten wat je wil. En eerst had ik meer controle. Dus ja, dat is een voor- en nadelen, denk ik. Best mooi tot op heden. Ik heb een paar vrienden die altijd met vuile schoenen, of nog liefst met modderschoenen en met eten en drinken naar binnen gaan. Maar dat heb ik al meteen allemaal afgeleerd. Ja, verder is het gewoon een mooie auto.